Ik doe dus vast 5. Dat wil zeggen dat je gewoon... Je mag alles eten wat je wil. Eigenlijk super chill. Maar dat mag maar binnen 5 uur. Het zijn zo zijn dat je dan overdag veel meer energie hebt. Want je haalt je energie niet uit je eten, maar uit je vet. Wat je al in je lichaam hebt. En dat geeft dus een veel geleidelijkere stroom van energie. Nou, ik moet zeggen, ik heb het nog niet helemaal ontdekt. Opstaan ging nog steeds even slecht als normaal. Maar ik wil het wel gaan proberen. En de eerste dagen schijnen altijd echt drama te zijn. Dus wish me luck. Nou, daar gaan we. Het is heel simpel. 3 van deze shakes per dag. Met een beetje water. En dan gaat het er zo uitzien. En eigenlijk moet je het dan shaken. Daarom heet het ook een shake. Maar ik heb nog geen shake beker. Dus ik moet even met een lepel erin hangen. Nou, daar gaan we. Die chocoladesmaak. Dus het is best wel lekker. Ik ga net als Joram en Charlotte de uitdaging aan, want ik ga de helweek doen. En dat betekent dat ik mijn hele leven om ga gooien. Ik ga elke dag om 5 uur uit bed om te sporten. Ik eet de hele dag gezond en ik ga om 10 uur naar bed. Daarnaast kijk ik overdag niet op social media. Dus dat betekent geen Facebook, geen WhatsApp. En dat wordt nog een hele leuke uitdaging, denk ik. En als het dan nog niet genoeg is, werk ik op donderdag, op vrijdag de hele nacht door aan allemaal dingen die ik al heel lang moet doen. Want dat is volgens de schrijver van het boek waar de week om gaat. Alles doen wat je eigenlijk moet doen, maar wat je nooit doet. En door die uitdagingen en ook door de opdrachten die je elke dag krijgt, zou ik over een week een betere versie van mezelf moeten zijn. Dus ik ben benieuwd wie er over een week voor de camera staat. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend 6:30. Ik ben weer aan het hardlopen. En het uit bed komen was vanmorgen ook niet heel makkelijk, maar het is gelukt. Ik heb een voordeel ontdekt aan de dieet. Omdat ik pas om 5 uur ontbijt, kan je gewoon 10 minuten langer in bed blijven liggen. Super chill. Allemaal plekken waar ze lekkere croissantjes verkopen. Het is vandaag de dag van focus, dus ik moet alles met volle 100% doen. Maar goed, doe dat maar eens als je collega's ondertussen allemaal gekke dansjes doen op de gang. Om wat linnen tasjes te promoten. Is het lekker, jongens? Heerlijk. Dit ook. Hoe is jouw shake, Jori? Nou, likes dit hoor. Wat is er gebeurd? Ja, mijn shakes die heb ik besteld, maar die zijn nog niet binnen. Dus ik zit nu helemaal zonder voedsel. Hey. Sponsor ik ook, man. Cheers. Cheers, hè. Ja. Zo, net een draaidag gehad. Honger. Lekker eten. Lekker drinken gehaald. Wil je ook wat, Joram? Ja, Aquarius. Thanks. Oh, wacht. Kom eens hier. Oké, het is 5 uur precies en ik loop naar de trein en ik heb nog geen hap gegeten vandaag, alleen maar gedronken. En daarom ga ik nu deze banaan eten, joepie. Oh, love it. Het is inmiddels 6:30 en ik ben thuis. Dat betekent ook dat ik inmiddels al bijna 14 uur wakker ben. Dat vind ik al best wel lang. Dat is ongeveer net zo lang als ik gemiddeld op een dag wakker ben. En nu is het nog maar begin van de avond. Ik moet mijn vaste gewoonte in kaart brengen en een plan bedenken om de slechte vaste gewoonte af te leren. Of in ieder geval een nieuwe gewoonte daarvoor in de plaats te bedenken. En daarna ga ik lekker spelletjes spelen. En stip 10 uur lig ik in bed, want ik denk dat ik binnen no time slaap. Ik heb bij de EO mijn derde shake voor vandaag al op. Dus mijn avondeten shake. En mijn poeder is nu dus ook op. Het is 7:15 en ik heb trek, jongen. Dat is het nadeel aan dit poeder. Het vult enorm, maar na een tijdje krijg je gewoon zin om te eten. Misschien komt het ook omdat er dan weinig suikers in zitten of zo, waardoor ik zin heb in suikers en dan krijg ik echt trek. Goedemorgen, het is woensdag, 8:00. Ik ben inmiddels 2 uur wakker, dus niet om 5:00 opgestaan zoals eigenlijk de bedoeling is. En in plaats hardlopen heb ik thuis wat oefeningen gedaan, want ik kon er echt niet toe zetten, want ik heb echt onwijs spierpijn. Ik merk wel dat mijn lijf redelijk op begint te raken. Ik ben vanmorgen opgestaan vroeg en dan eet je niet en dan zit je in de trein en die gaat dan heen en weer. En dan voel je je net alsof je zo op vakantie gaat en dan ook in de auto stapt en niet gegeten hebt en dan ook heel misselijk wordt. Het is woensdag, halverwege de dieetweek en ik heb eindelijk een nieuw voorraadje binnen.